Ik denk dat het een hele fijne uitlaatklep is na een drukke dag. Like even days when I'm like, oh, I don't really feel like it, and then I still go. At the end of it, I'm always glad that I did. Om gewoon even hier te kunnen sporten of met z'n allen te kunnen rugbyen om echt even uit mijn hoofd te komen. Vroeger heb ik heel veel gestudeerd en dan kijk er wel echt naar uit om weer het hockeyveld op te stappen. It really just frees my mind after a long day at work. Even mijn hoofd ergens anders mee bezig te houden. Dan kan ik morgen weer lekker aan de bak, denk ik. Getting those endorphins really just sets your day, especially if you do it in the morning. Ik vind het heel belangrijk dat sport mensen bij elkaar brengt, omdat je dan een beetje, ja, ik noem het maar even, je eigen bubbel, waar je uitgetrokken wordt. Ik doe hier krachttraining nu pas sinds een maand en ik merk wel dat het heel veel effect heeft, dat ik gewoon fitter ben en me beter voel, dus dat is eigenlijk wel gewoon ook heel fijn. It's always very satisfying when you do a course and you get better throughout it to see your achievements. Ik voel me fysiek er ook beter door. Ik ben gezonder, ik merk minder ziekjes, dus dat is gewoon lekker. Ja, Olympus is echt een plek waar alles samenkomt. Een hoop plezier, een beetje fitheid. It makes Science Park feel like home. Thuisgevoel, ja, hier. Dat vind ik heerlijk. It's probably not going to be in the interview, but I started coming to Olympus first as a social thing to drink, and then I started doing sports.